Voor de eerste keer wordt de Germaanse Leistungsrune uitgereikt. Een onderscheidingsteken dat de Reichsführer ingesteld heeft voor bijzondere prestaties van enkelingen en van groepen op het gebied van lichamelijke oefeningen. De Reichsführer onderscheidde persoonlijk Nederlandse en Duitse kameraden. In het scholingskamp van de SS te Avegoor werd door SS-groepenvuurder Rauter een nieuwe turn- en exercitiehal geopend. Na de opening werd aan 62 mannen der Germaanse SS in Nederland door groepenvuurder Rauter het Rijkssportabzeichen uitgereikt. Hetgeen buiten het Rijk in de Germaanse landen voor het eerst in Nederland plaatsvond. Rauter bracht aan een SS-opleidingskamp een sportveld over waarop de eerste Germaanse herfstwedstrijden in Nederland worden gehouden. Ook de Hitlerjugend en de Jeugdstorm nemen aan de wedstrijden deel. De Rijkscommissaris en de leider wonen met vele eregasten het sportfeest bij.